Welkom bij de laatste van de serie meditaties, van 30 meditaties, waarin we echt de nieuwe tijd kunnen en zullen ervaren. Voor degene die de behoefte heeft om toch wel iets te geven, op wat voor manier ook, via onze eigen site www.steffreeriks.nl is er een mogelijkheid om een kleine donatie te geven voor als je dat echt graag doet. Maar voel je niet verplicht. De insteek van mij is om alles gratis te doen wat ik gratis kan doen en voor iedereen alles toegankelijk mag en moet kunnen zijn. Dus vandaar. Ik weet dat verschillende mensen alleen via YouTube kijken en dan mijn site eigenlijk nog helemaal niet kennen. Maar kijk er maar op steffreeriks.nl. Er staan ook hele leuke andere filmpjes op. Goed, vandaag. Ik kreeg door, deze week al, het woord avigroten. En avigroten hebben ze vanmorgen uitgelegd wat het is. Avigroten is het samenvallen en samenwerken van de verschillende energievormen. De tekst die ik erbij kreeg. Het is vandaag een heel bijzondere meditatie waar veel van je concentratie wordt gevraagd. We laten de drie belangrijke energievormen allemaal in twee richtingen stromen en komen in een heel bijzonder andere energievorm uit. Deze energievorm is één van de energieën waarmee wij, van de andere kant, vanaf deze zijde werken. Het is voor ons de energievorm van creatie. Voordat je het gaat ervaren, willen wij je van deze zijde veel succes wensen met deze energievorm die je de nieuwe wereld laat zien en laat ervaren. Als je op de juiste manier deze meditatie kunt toepassen, is het een hele grote stap naar het loslaten van alles en zoals jullie het als de nieuwe tijd benoemen en ervaren. Tot slot, de zevende vorm van energie is creatie vanuit je innerlijke zijn. Lief en gegroet. En dan hebben ze vier groeperingen erbij gezet. Dat zijn de blonden, de groenen, de blauwen en de roden. En de roden is mij inmiddels duidelijk dat dat een soortement van techneuten zijn. Want ik heb al heel veel meer informatie doorgekregen over welke kanten wij allemaal op kunnen. En ook met genezing, herstel, met heel veel zaken. Dus ik kom er na deze reeks, of met podcast, of met iets anders wel op terug. Omdat voor mij belangrijk is dat ik alle kennis met jullie zo snel mogelijk wil en mag gaan delen. Ga lekker zitten. Ga zitten in deze korte, maar heftige meditatie. Scan om je heen je ruimte en maak deze veilig. Door er licht en liefde in te laten stromen. En maak die ruimte maar een meter of vier om je heen. Kan zo door muren overal heen. En ga
met je aandacht naar een energiekolom die dwars door jou heen gaat, van boven naar onder en van onder naar boven. Het is een stroming van energie, een stroming waarbij twee energievormen gelijktijdig stromen, van onder naar boven door jouw stuit. Naar je kruin en verder omhoog. En van boven naar onder. Van je kruin naar je stuit. En voel en visualiseer dat het een dikte heeft zo groot als jouw lijf breed is. Dus een hele grote, sterke stroming van onder naar boven en gelijktijdig van boven naar onder. En als je hem niet zo dik kunt krijgen, dan hou je hem heel eenvoudig dunner. En als dit gelukt is, dan gaan we verder. We blijven in onze gedachten deze energievorm laten stromen en gelijktijdig schakelen we de energievorm die als magneetvelden om ons heen gaan vanuit onze kruin om ons heen onder onze voeten weer naar boven gaan via onze stuit. Ook weer door ons heen en door onze voeten, alsof het een magnetisch veld is, maar stroomt ook in twee richtingen. Vanuit onze voeten en stuit naar onder, opzij, naar voor en achter, van daaruit. En het gaat omhoog. Het vormt een hele kokon om je heen en sluit zich weer bij je kruin. Maar ook vanuit je kruin stroomt de energie, loopt het over, omhoog, om je heen en helemaal tot onder je voeten, om uiteindelijk via je voeten en je stuit omhoog te komen. Ja. En laat maar stromen. Laat maar stromen omhoog, opzij, naar onder, en je stuit, maar gelijktijdig ook in tegengestelde richting. En voel je concentratie in deze energievormen begeleiden, maar gelijktijdig
loopt de energie van boven naar onder ook door, de eerste. En zo hebben we al 4 energiestromen die we gelijktijdig laten stromen. Voel maar. Neem je tijd kort om het te ervaren. En we gaan verder. Wij gaan naar de energievorm die vanuit onze zonnevlecht stroomt naar voren, om ons heen, naar achter en daar weer binnenkomt. En dit gebeurt rondom je hele lijf. De energieën gaan alle kanten op om ons heen en sluiten zich van achter weer achter onze zonnevlecht om weer naar voren te stromen. En gelijktijdig hou je de andere 4 stromen intact en laat je ook van voor naar achter de energie stromen en van achter naar voren, zodat ook deze vorm in 2 richtingen stroomt. Voel maar. Voel maar wat er gebeurt. Als je alle 6 de energievormen gelijktijdig vanuit je onderbewuste kunt laten stromen. Voel maar wat er gebeurt als je alle 6 energiestromen gelijktijdig kunt voelen. En concentreer je op de eerste 2, van onder naar boven en van boven naar onder. En voel ze doorstromen, maar gelijktijdig ook van onder je voeten wat naar boven komt en van boven naar onder om jou heen. En laat samenvallen en voel eventueel dat er verschillende kleuren in zitten. En dat alle 4 stromen gelijktijdig stromen. Maar ook dat de stroming van voor rondom je heen gaat en dat hij ook weer van achter en alle 6 de stromen laat je gelijktijdig stromen gaan. En als je dat lukt, ga je in je kern van je lichaam zitten, ongeveer bij je hart. En voel dat je komt op een absoluut nulpunt. Een punt wat heel bijzonder is. Een punt
waarin jij het gevoel ook hebt, zoals het mag en moet zijn voor de nieuwe komende tijd. En voel dat je met al jouw zijn je levensdoel kunt neerzetten. Dat je je levensdoel kunt neerzetten van hieruit het kunt creëren. Of van hieruit je gedachten neer te zetten. Vanuit zuiverheid, oprechtheid en eerlijkheid met deze 6 energievormen. Kun je creëren of versterken wat jij wilt. En voel dat je misschien getrokken wordt naar een totaal andere wereld. En misschien mag je wel visualiseren dat de niet passende mensen in jouw frequentie niet meer passen. Vanzelf een passende route vinden. En dat zij die met deze energie bezig zijn, je wel makkelijk kunnen vinden. En creëer vanuit deze 7e energievorm. 2 door jou heen, 2 magnetische velden, 2 vanuit de zonnevlek en je innerlijk zijn. En geniet van je innerlijk zijn. 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 En van voorlopig deze laatste meditatie.